Dames en heren. Nou, Jeffrey, jongen, welkom back bij de boekjes. Ja. Alsjeblieft, een broodje voor jou. Dat is zacht, hè. En ik heb hier de barbecue Hawaii daar. En ja, wat kost dat, mensen? 25 euro voor dit alles. Het is €12,50 voor een minuutje. Ja. Ik ben curieus. Gaan we de test nemen. Tweede test. Wist je het? 10 keer beter. Ja, 10 keer beter. Zijn je fan geworden? Nee. Ja? Dat is wat ik zocht. Ja. Is dat waar je zocht? Ja, maar dat andere is absoluut niet mijn ding, want je hebt het vorige keer in de video. Als je er een bij zit hier te bij en met een andere kant. Ja, de classic, ja. Ik weet het, snap het. Hè. Ja. Tot de brownie is ook altijd mega lekker. Fanta, lekker. Cola Zero heeft hij. Ja. Wist je het? Dat is een sensatie voor je bek. Oké, smakelijk. Ja, mensen. Ik kan hier de barbecue noem. Kijk, dat ziet er zo uit. Mega lekker. We hebben €12,50 voor een minuutje betaald. In het park, niet te vergeten, niet naartoe gaan, maar dat is hier lekker. €12,50. In het park betaal je op zijn minst 15, 16 euro. Voor ongeveer hetzelfde en veel minder kwaliteit. En eigenlijk, ik heb misschien grof wat te zeggen, ik vind dat iedereen die naar die goedkope restaurants in Disneyland gaat, gewoon de pot op moet zeggen. En zeggen van, hop, we gaan naar de village en we gaan deftig gaan eten, we gaan lekker gaan eten. Als gevolg gaat hier wel druk zijn, maar als ze geen verkoop niet meer zullen nemen in de parken, zullen ze het eten beter maken. Hoe is het hier in de Nurla sandwich? Het heeft wel heel goed gesmaakt. Het gesmaakt? En als mijn papiertje op is, wauw, dat het lekker was. Wauw. De vorige keer, en terwijl ze de ballon achter jou de lucht in het hand halen. Wauw. Ook wel leuk. De Disney ballon. Wauw. Ja. En nu gaan we iets lekker heen. Ben ons geld niet teruggevraagd. Nee, want dat is lekker. Wauw. En een brownie. Maar dat is mega lekker. Dat kan niet anders dan slecht zijn. Ja, ik wil dat zien waar hij dat opvet, man. Daar gaat hij. Jeffrey gaat vetten. Heerlijk. Nou, een potje koffie erbij, dat is compleet. Is goed, want het is een witte koffietje van al. Is dat u? Ja, dat je mij aan de kant laat liggen. Ik kan het dan straks ook opeten met dessert en want dan een goed potje koffie gaan halen. Is het goed? Ja. Ik ga maar aan beneden, want ik heb nu al hoesting. En nu al hoesting, anders moet je achter een potje koffie gaan. Moet een koffietje gaan halen? Je mag een koffietje gaan halen, ja. Dat is goed. Een tactiek. Mensen, heerlijk. Ja, hè? In de village. En de sandwich, je noemt dat hier, ik kan niet uitspreken. De De sandwichbar van Disney Village. Voilà. De Earl of Sandwich. De gewone café? Nee, de café normaal. Voor man café normaal. Padsuchte, padelijn. Lekker, hoor. Maar dat is wel goed, hè. Maar beter dan dat vet in het park, hè. Moet je meer hebben, dat vet in het park met een zadel te hebben. Dat beter. Koffie is ook goed. Een koffietje erbij. Jeffrey, ben, merci, jong. Saté. Ja, is mooi. Het is hier dat je moet zien. Met een Nurla's sandwich. Dat is het beste middagvoet dat je mag kunnen. Heerlijk. Dan ik gewoon eten in het park. We gaan een stukje mee naar het park. Twee stukjes mee. Dat veel beter zijn. Een kinderbueno en Leons. En meer moet je niet hebben. Oh, lekker, hè. Ik vind dat lekker. Goed pakken weer. De Nederlandse sandwich. Zalig. Ben je toch van geworden? Jawel, maar je moet je hoesting vinden, anders kun je tegenvallen. Je moet gewoon je combinatie zoeken wat je zelf gaat eten. Ik vond het. En zoals ik al zei, daar in dat park, daar een beetje verder, moet je niet komen praten. Doe maar je stutjes mee. Je hebt veel beter eten. Hè. Doe maar je gooi stutjes mee. En als je stutjes mee hebt, kom maar hier naar de village gaan eten. Want dan ga je veel beter fretten dan daar een beetje verder. Moet dat niet doen. Dat voorbij. Stop, bedankt. Oh? Ja, perfect. Ik moet dat hè. Een idee, ik kan dat komen.
34 euro. Ja, ik ben daar ook mee. Kijk, zei, Jeffrey had weer gezien. Prachtig man, prachtig hè. Hey, dat zijn er genoeg binnen, hè? Kijk. Zullen we nog doosjes mogen? Nee, dat is van 50 jaar Walt Disney World. Yep. Wat er dan nog iemand wil, hè? Wow. Wat is leuk voor cadeautje te geven? Heb cadeautje. Ja. Ja, man, dames en heren. Lego. Ze hadden hier iets. Daar is van de pers vandaag toegekomen. Ik ben al 3 dagen op zoek hier in Disneyland. Achter dit, dames en heren. Dit. Wow. En ze hebben hem hier gewoon. Prachtig. En de winkel stond vol. Dus ik verwacht dat dat in 1, 2, 3 uitverkocht zal zijn. En daarom moet je ook nog een keer naar de village komen. Voor zo van die unieke dingen te vinden. Zalig. Ik word er helemaal happy van. Want ik wou die echt. Dat vind ik mooier dan die Winnie de Pooh. Heerlijk. Mensen. Dan nog een keer dat Disneypark. Ja, we moeten nog een keer een paar attracties doen. Hè. Pirates. Pirates, I am a pirate. You are a princess. La 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 la. Ik ga het proberen als ik het moet doen aan de rechterkant. Dat is goed. Is dat goed? Dat is goed, dat is goed. Oké, we gaan naar Disneyland. Yay! Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous rappelons que l'accès à Disneyland Paris nécessite la présentation d'un passe sanitaire. Merci de le présenter à la zone de contrôle. Nous remercions de votre coopération. Ja. La 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 la. Jeffrey man, bienvenue dans le Disneyland Park. Oh yeah, I like it. I like the Disneyland Paris. Hello. I like the good food in this park. It's everything in this park is good. And the food, I like it. I like the good food. Every time I go back to my money for the food. The atmosphere. Yeah. Well, Jeffrey, je wel weer dikke pech. Ja. Mijn trein is juist vertrouwen zonder u. Ja, ik weet het. Ik kan er niet veel aan doen, hè? Nee, dat is waar. Bonjour. Hallo. Hallo. Kom maar. Dat is mijn... Het is juist binnen van vandaag. Net binnen. Wat is het? Lego Store. Zijn er nog. Open. En het is... Net binnen. 35 euro. Is net dat binnen. Mooi, hè? Dat je ze wilt, zou ik met haasten en erom gaan. 50 jaar, hè. En zijn er nog in de winkel? Massas. Ik zou nu gaan. Vanavond is dat al waar, hè. Zeker weten. Dat straks proberen. Zelf het personeel van die winkel heeft dat denk ik al een paar. Ah. Ja, ja, ja. Ze zijn net binnen. Ik heb vrienden in mij. Huh? Ja, kijk daar. Oh, maar ik heb ze al 3 keer gezien. Hey, normaal gezien is dat de draak hier op dit uur. Nee. Oh. De draak is net gepasseerd. Oh, meen je dat nu? Ja. Heb je nu al 3 dagen op een rij de draak gemist? De dragon. Oh ja, de dragon. Ja, man. Ik heb weer mijn serie. Ja, ik heb weer mijn serie. En was het werkende draak of niet? Nee? Was het werkende draak of niet? Ja. Mooi. Wat moet dat schrijven? Ik heb weer al pech.
En komt de drak nog een keer of niet? Nee. Eén keer op een dag? Twee keer op een dag. Oh. Ja, dikke pijn. We hebben de drak dus niet gezien. Komt dat uit? Ja, dat komt naar hier. Ja! We zijn prinsessen, Jeffrey. Yes, yes. Jullie hebben nog net een kleedje nodig. Je kunt dat hier kopen. We gaan eerst naar de Silver Spur Stickholes voor u, hè? Ja, ja. Naar de Silver Spur Stickholes, hè? Ja, maar de meisjes willen mee. Nou, vraag ze mee. Ja. Vraag gewoon de prinsesjes mee. En vraag dat ze een andere kleren aan doen. Zoals ze durven. Ik ben een beetje verliefd. Ja, al brave, hè? Maar je moet braaf zijn, hè? Mensen, we zitten hier in het secret hangje van Disneyland. En en de ghost hang. Maar Jeffrey heeft een restaurant geboekt. Hij ligt namelijk hier achter het hoekje. En hij denkt dat hij de Silver Spur Stickholes geboekt heeft. Maar op de app staat er dat hij om 4 uur sluit. En hij heeft geboekt om 6 uur. Het probleem is, in de Disney Village heb je ook een stickhouse. Maar hier noemen we het Silver Spur Stickholes. En Disney Village is gewoon stickholes. Er kan wel, nee, oh no, no, dat is Lucky Nuggets zonder Nuggets. Ja, dat is Lucky Nuggets zonder Nuggets. Daar komt dan niet Lucky van. En hij denkt dat hij hier geboekt heeft. Dus we gaan dat gaan vragen, maar mijn voorgevoel zegt dat we naar de Village moeten gaan vanavond. En de laatste kans is vandaag ook open. En dat wil zeggen dat het druk is in het park vandaag. Want ja, het is je laatste kans. Als je nou doodvallen, moet je hier niet naartoe gaan, want dat is de laatste kans. Dat is de last change hier. Maar die kippetjes zijn wel lekker, dat moet ik wel zeggen. Alhoewel, het gaat wel niet weer niet te fretten zijn, maar goed. Maar het is echt, het is hier druk. Ja, en nu gaan we in de rij staan en we gaan iets gaan vragen. Ja. Speciaal voor Jeffrey. Ja, goed hè. Ja, want vandaag in de rij staan voor niets te hebben, dat is vandaag ons al goed gelukt. Hè? Je wou een abonnement dat... Ik vragen, is het niet, gaan we er niet om blij zijn, maar dat mag wel. Hij wou een abonnement kopen met zijn tickets, maar 3 dagen tickets wisselen ze niet om, alleen dagjes tickets. Dus ja, dikke pech. Staat dat hier op? Ah ja, hier. Nee, kijk, Jeffrey, mijn mond al niet vragen. Jeffrey, kijk, mond niet vragen, het is zo. Het is in de Village dat je geboekt hebt. Het is open tot 16 uur. Ik ga het gewoon. Ja, je gaat zelf antwoord krijgen, hè? Misschien is het 1 uur, ik denk dat niet. Ja, misschien, maar ik denk dat die kans klein is. Maar toch nog vragen, we zijn hier nu op een schietje van. Kijk, ik ga naar Koever, hè? Ja. Dus, we gaan bijna aan ons. Oké, ça va. Vragen, hè? En als een nee heb je en een ja kan je krijgen. Dat is een andere, en het zal ook slapen dan. Ja. Hoest, ja, Jeffrey, de Silver Spur Stickhouse. Ja, maar het zal lekker zijn, hè? Maar normaal wel. Ja, we weten het al van gisteren, hè? You want good food, you go to a restaurant. Ja, maar ja, ik ga een beetje geld kosten. We zijn hier de laatste dag, mag het dan een keer, ben ik hier. Maar wel een douche gaan houden. Ah ja, we kunnen hier in een shop een douche gaan houden. Ja, we hebben vandaag al te weinig gedronken, dat klopt. Hola. Maar ja, kijk, je kon eigenlijk alweer gaan eten om 4:30 uur. Maar ja, we komen eigenlijk nog maar juist van tafel, dus... Het is wel even lekker. Ja, met alle respect jongen, maar ik heb nog niet zo snel honger, hè. Goed niet meer, hè. Misschien dat Erika mee was, dat ze alweer geen honger hangen, hè. Ja, mijn. Ja, ja. Wat een prachtig weer. En daar heb je de Big Thunder Mountain. Yay, yay. Are you lucky today, man? Ja. Heb je brol gekocht? Ja, een beetje wel. Ik ben nog niet helemaal content, maar vanavond een beetje goed. Wil je nog meer brol, hè? Ja. Maar wil je brol of nuttige brol? Nuttige.
Net de humbrol, ja, voilà. Ah, iets aan waar iets mee kunt doen. Waar hij iets mee kan doen, bro, waarmee hij iets mee kan doen, voilà. Als een spirit. Ah, 15 minuutjes, het is druk in het park, maar het is niet overdreven druk, hè? 15 minuutjes voorbij Thunder Mountain, ja. Ja, ze beter gaan we de Lego blokken tussen de Far West mee gezongen. Wacht, ik moet naar die Zierik even kijken wat dat eruit ziet bij de meisjes. Ziet er dat een beetje lekker uit? Zie je dat je al fritten kunt krijgen? Ah nee, het zijn nachos. Bonjour. Nachos, ja. Dan hadden jullie aan bekeken. Nachos, ah ja, en maïsfrieten. Het is alles sinds op. Oei, iedereen pakt die nachos. Die ref ziet er vettig uit. Ja, maar ja, we gaan hier niet eten, hè. Vind je dat de frietje hier het best van alles voor eten in dat restaurant? Is die dan? Ja, het kan misschien nog een van de betere food options zijn. De rest al niet te vreten zijn. Of die Doritos chips, daarmee kun je niet missen. Oh ja, yeah, mensen, we gaan naar het leukste land die er is. En dat is namelijk Adventureland. Hé, hey, maar wat er mij wel opvalt, hé. Wow, wacht even, ik moet hier nog in een brolwinkel zijn. Maar wat er mij wel opvalt he, vandaag, is dat er heel veel winkels, restaurants en kleine brolkrampjes wel open zijn. Maar ik ben aan één iets allergisch. Wacht hé. I am allergic to idiots. Hé? Hey. Is je ook allergisch? Dat is ook bro. En zie je nog iets? I'm surrounded by idiots. Dat is nog leuker, dat moet ik kennen. Hier is eigenlijk leuk. Die andere is voor de broer en dat is eigenlijk een lichtversatie. En die net te veel in de zon gezeten. Te veel scheetjes gelaten. En te veel scheetjes gelaten. Ai. Hier, toch was dat hè. Ja. Misschien moet ik een zakje kopen. I'm surrounded by idiots. Ja, bedankt. Dat jij dat ook aan doet, dan zijn we samen één. Hè. Ik kan hier voor een maand wel even. Het is juist een te veel. Ik ook. Juist al meer dan ik er nog kan komen. Ja, ik snap het. Maar weer naar Ikea. Maar ja, want ik kan iets zeggen, hè. Dat is zo van een drukprint. Hè. En dat is mega slechte kwaliteit hier. Van me niet kopen, dat is echt bro. Dat is bro. Hallo. Bro. Ja, het is bro. Ah, boys. Cool. Dat is hem, bro. Cool. Wat is dat, bro? Niet boy. Dat is hem, bro. Nee, maar alles met print is bro. Ja. Is goed, hè. Ik heb het gezien. Ik heb gedaan met kijken. Wat hebben we gedaan, hè? You'll take a club sandwich. Oh la 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 la. Ja, u kiest. Denk ik, we gaan daar, we gaan op safe spelen, ja. Heb je van die droge krop met zus, vriend? Maar hé, man, hey, dat is wel veel geld, hè? Een menu. Een stomme krop met zus met water. Het is 11 euro. Hallo! Naar de euro nog ben ik naar de goede sandwich van Nurlof Sandwich. Yep. Mooi! Dat is een beetje duur, hè? Yep. You want good food, you go to a restaurant. Oh yeah! Dat is het antwoord dat je krijgt van personeel. You want good food, you go to a restaurant. Wat hè? Ah ja, de wheels. Die zijn hier altijd. Ja, yeah, you want good food, you go to a restaurant. Oh man. Hakuna Matata.
het is goed hier, Rami. Ja, weet wel. Heb je warm of niet? Het is goed, Amin. Je weet wel. Ja, we gaan naar Pirates, mensen. Let's go. De kist. Wat denk je? Ik heb mijn kompas niet bij. En heb je een kompas niet bij? Nee. Nou, je het helemaal doen zonder kompas, hè? Je weet het niet, hè? Ja, ja toch? Oké. Okay. Piraat heeft altijd zijn plan trekken. Ja. Hebben we licht van Jack. Spello. He looks always to the rim. Jack Sparrow is always looking for the rim. And he didn't find the rim. And man, you find the rim, man. Where is the rim? Where is the rim gone? Oh, this side, okay. I follow you, man. We are going to the rim, man. Yo ho, yo ho, a pirate life for me. Dun ta da ta da ta da ta da ta da 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 da. La 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 la. Yo ho, yo ho, a pirate life for me. Pirates of the Caribbean. I am always looking for the rim. In this attraction, and I didn't find the rim. It's always empty. Yeah. Yeah, the rim is always empty. I didn't find the rim, man. What are you saying, man? Yesterday it was Martini. Oh, yesterday it was Martini, and for me, pirate beer. Yeah, I drink pirate beer. Yeah, I like it. It's a lot of. Of schuim, schuim, hoe zeg je dat? Schuim. Ja, yeah, you know beer. And it has a lot of alcoholic drink en rum en oké. Okay. I think we find the rum inside this attraction. Yes? Yeah, yeah. Et je donnerai gros pour voir la tête du brave capitaine Jack Sparrow quand il saura que je suis le seul à avoir mis la main sur le projet. Ah, mon ami emplumé, tu es absolument débile. Prends une babiole pour la tête. Et oublie. Je vais faire la charade. Pirates of the Caribbean zalen, hè? Ja, maar dat niet van boos, dat moet zalen. Ja, maar 99% van die attractie werkt. Dat vind ik wel tof, ja. Zalen. Dat leer ik wel nog een keer. Ja, wil je heen nog een keer? Ja. Dan gaan we nog een keer. Het is toch niet zo super lang wachten, dus. We gaan dat ook nog een keer doen. Nog een keer in Pirates. Zalen. We gaan daar geen gras over laten groeien, we gaan dat gewoon doen. We zeggen dat en we doen dat. Hallo, we zijn weer back, we gaan weer in Pirates. Wauw, het is lang wachten, hè. Jeffrey, man. Het is 15 minuten wachten, min 45 minuten. Wat is dat dan? Kun je niet meer tellen?
Dat is echt lang wachten hier in Disneyland. Niet normaal. Heerlijk. Ja, weet je mensen, we gaan gewoon speciaal nog een keer in Pirates. Want we hebben de rum nog steeds niet gevonden. Waar is de rum, Kong? I didn't find the rum, man. I'm looking for the rum, but I don't find the rum. No, I don't find the rum. Where is the rum? I'm looking him always in this attraction, but I didn't find this, the rum in this attraction. It's always empty. Every day I come to Disneyland that I do Pirates of the Caribbean, the rum is always empty. I don't understand. But they're going to Pirates again. Yeah, again. Let's go. Yeah, the rum is gone. The rum is not gone. Yeah, I find the rum. Rum everywhere. Oh yeah, I like it. You want good food, you go to a restaurant. Ja, ik weet dat niet anders kan, hè, Jeffrey. On hier in Fantasyland vandaag, ben je nergens good food, but you go to a restaurant today. Dingen is toe, de marinette is toe en Tothal is dicht. Tothal, kun je dan lekker stoppen in de hal. Huh? Ja, daarom noem ik Tothal. Jeffrey, ja, we gaan naar Villars Mickey. Oh ja, wacht een keer, Jeffrey zei van Mickey Mouse heeft hier geen attractie in Disneyland. Toch wel, Villars Mickey? Dat is zijn attractie, Mickey Mouse attractie, Villars Mickey. Heerlijk, we gaan er gewoon heen. En kijk eens, hier heb je de Dumbo Flight. Of de Dumbo Flight. Nee, Dumbo. Bloemenmolen is leuker. Veel leuker. Mag er muziek op zetten? Ja, nee, niet vandaag. Je kunt er airtime op maken, dat is al leuk. Dus ja. Het is ongelooflijk. Je weet niet wat eerst aan doen. Moet je een jas aan doen, moet je trui aan doen, moet je t-shirt aan doen? Je weet het niet. Kijk, het is weer zomer. Het is korte broek weer. Maar ik heb hem niet aan. Jammer. Het is echt raar weer. Heel raar weer. Maar ja, niet veel aan te doen. Mensen, ik zou zeggen, enjoy. Jeffrey, wil je brood kopen? Van winkel misschien daar ben. Ja, dat is brood. Is dat al is? Ja, je? Nee, dat wil ik niet. Maar je kunt wel brood. Je kunt er wel brood kopen. Ja, nuttig brood. Ja, nee. Nu nog niet. Nu zal wat acties doen hoor. Heerlijk. Heerlijk. Ja. Wauw. Ga je nog op Casey Junior? Nee. Nee? Ik ben hem een. Ja, man. Halleluja. Duur, hè? Ja. Ja, he. Halleluja, halleluja, halleluja. Jeffrey, ik vind dat we iets moeten doen. De serieuze food test. We gaan gewoon kijken naar de mensen die hier zitten te eten. Nee. En zien dat ze alles opgegeten hebben. Dan gaan we gewoon zo passeren en subtiel filmen. Ah? Kikaboe. Ça va? Warm, hè? Ja, very hot. Dat is niet normaal. Niet normaal. Nee. Je kunt hier zelfs op de foto gaan met villains. Het grootste villain heb ik hierbij. Moet dat voor zelfs niet aanschrijven, die staat hier naast mij. We gaan een selfie doen. Selfie met de grizzels. Ik. Een verte selfie van met de griezels. Mooi, hè? Ja, dat was de selfie dus. Voilà. Ik heb waarschijnlijk niet veel in beeld, maar goed. We gaan naar Villars Mickey, want wie is dat fan van? Maar ja, ik vind het wel leuk, ja. Je hebt het nog nooit gedaan, maar ik vind het al leuk. Ja, ik heb het al gedaan. Ah, je hebt het al gedaan. Oh, wacht even. Nee. Wat ik hier naast het kasteel?
Wat hè? Voilà. Ah, mooi. Foto. Ja, we hebben een foto. Best goed. Ja? Ja. Vond dat wel uit de video halen. Laat het mij onttonen, nee, dat ik het uit de video haal. Nee. De foto. Ah ja, voilà. En zo ga ik het onttonen. Als ik het aan het monteren ben, dan weet ik van... Ik moet hier een foto uithalen. En is dat mooi van hier zo? Misschien staat die bal daarop. Wacht, hè. Nee, dat is ook nog leuk. Ja. Ja, ja, Jeffrey, je hebt het kasteel verstopt. Hoe durf je? Het kasteel verstoppen. Misschien moet je het verstoppen. Leuk. Ja, Pilars Mickey, we gaan dat doen. Heerlijk. Hé, dat is hier ook nog een mooi shotje. Dit is een selfie spots photo location today. De Team Park selfie spot photo location. Leuk, hè? Ga ik wel brood kopen? Ik wil gewoon brood kopen. Ja, dat avondje is er weet, maar we zien die andere. Ja. Ja, 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 Best Lightyear. Ik heb een Best Lightyear gekocht gisteren. Ik heb dat nog niet verteld tegen jullie. Ik heb echt brol gekocht gisteren. Maar gewoon brolie, mensen. Echt brol. Brol waar je toch iets mee bent. Dat is toch de max? Ja, ik vind dat ook. Langs waar gaan we? Langs een korte weg. Dat is een goed plan. Zeker weten. Oh man, het is warm weer vandaag. Misschien moet ik ook nog een keer op Autopia gaan. Je hebt dat nog nooit gedaan, hè? Misschien moet ik daar een keer tijd voor maken in plaats van Space Mountain. Is dat het plan? En hij mocht de chauffeur zijn. Ik heb morgen weer de kans. Ik moet morgen 4 of 5 uur naar huis rijden. Dus komt allemaal dik in orde. Voilà, mensen, enjoy, enjoy, enjoy. Mickey's Pilar Magic Discovery Land Theater. Oh my. Het zit ver, maar we gaan naar Pilar's Mickey. Ik ben fan van Mickey en ik vind dat leuk. En in Disney World hebben ze ook zoiets. Maar alleen is er daar een special elementje in Disney World. Namelijk, Donald zijn voetjes komen tevoorschijn in de show. En dat heb je hier in Parijs niet. Ik vind dat jammer dat ze dat hier niet gedaan hebben. Ja? Ja, Donald zijn voetjes komen niet tevoorschijn. Ja. Dus ja, we mogen door. Dan moet je dat kopen, hè? Nee. Ah, voetjes ook zijn. Had het? Ja, dan moet je voetjes kopen. Voor... Ja, nee, dan moeten ze voetjes installeren. Je mocht ga je een keer een tourke doen met een auto, hè? Ja, dat ik Bonjour. We gaan Autopia beleven. Kijk. Dat wordt hier leuk, hè. Jeffrey mocht zijn rijkunsten tonen aan al de mensen hier en aan de kijkers. Ho, 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 ho. Jeffrey, jongen, je moet wel veilig rijden, hè, want anders kom ik niet overeen met u. Hè. Ga je beloven dat je safety first gaat doen? Gelijk die buschauffeur van deze morgen, dat was echt een voorbeeldige chauffeur. Dat was een hele goede chauffeur. Die stopte voor alles. Die had echt tijd. Dat was een heel goede chauffeur. Ja. Een zeer veilige buschauffeur van de Partner Hotels was dat deze morgen. En een vriendelijk. Ja, dat was een hele toffe. Dat moet even, op zijn minst even goed zijn, hè? We doen niet voor minder, hè? Nee, we doen niet voor minder. Ja, ben benieuwd. Voor minder doen we niet. Ja, ben benieuwd. Ja, kom erbij, enjoy! Het is zwart, maar we gaan ook niet aan het. Nee, maar misschien wel. Het is al nog een zwarte opkomst. Ja. Nee, niet die zwarte, maar die een zwarte. Ah, joi, ja, Sjaas, jij de zwarte. Ja, jij de zwarte, ja, Sjaas. Het
Het is je leuk idee, wij vandaag, maar toch hang ik liever naar Roon. Naar Roon was ook leuk. Ja. Hier alles is, geen koffer. Ja, dat moet net eens te doen. Hé. Amai. Ha. Voor me precies gelijk iemand die naar de shoppingcenter geweest is. Ben naar de Ikea geweest, hé. Ja, je mag gaan. Ben naar de Ikea geweest, kijk. Het was genoeg. Ja, absoluut. Ik ga wel. Ben je wel de chauffeur? Niet botsen. Oh man, dames en heren. Jeffrey man. Dan kreeg je het hier op zijn trap. Nee, je bent een echte Fransman. Dan kreeg je het hier op zijn zenuwen, dat is beter gezegd. Je bent een echte Fransman, een agressieve chauffeur. Ah, wow, dat komt van mij? Nee, ik ben van niet. Nee. Nee, dat dacht ik er op die hazen, man. Pop, verdorie. Op de gas duwen. Gazen geven! Ja, amai, hier zit een echte Fransman, net toen in Bonnen. Ho! Oh, leuk, Jeffrey, man. Ik kan nu toch wel verwachten dat je anders ging hier, hè? Ja. Ja, dat is er ook geen einde. Wacht, dat is er. Wat voor spilling hier, hè? Iemand dat doen? Nee. Spilling hier, man. Dat is die Franse, jongen. Fransen kunnen hier rijden. Ja, dat pak ik niet meer, hè? Oh, nou resten, jongen! Gozen geven. Ik ga wel voorspoel geven. Ik heb het gehad met die kerel, hè. Sorry, kut. Met die kerel kan niet rennen. Ja, welkom in Frankrijk, hè, jongen. Potverdorie. You have bad food, you go to a restaurant. You have a bad car, you go to a car center. Now you have a bad car, you go to the train station. Hello everyone. Ja, nou gaan we. Ah, we gaan naar Park National. Wow, het National Park. Hier moet je opletten, Vince. Waarom? Dat zit er bijna. Hallo. Hallo! Ik vind het zeker wel geweldig. Echt waar, ik vind hem leuk, maar ik vind die niet leuk. Dat zijn van die chauffeurs, kijk weer in zijn hart erin, zeg. Dan zeg je niet op de bar, je kunt er niets van, wel een Frans man, jong. Zeg, beetje beleefd, hè, jong? Sorry, maar ik ben te warm, dat ik niet had te veel gezien. Zeg, kan ik je slecht vet geven, hè? Nee. Zo vies een lasagne van gisteren. Ik ga je mensen uit. Ben zo vies een hamburger van Videopolis. Wilde dat in de plaats misschien? Nee, dat niet. Nou ja. Dan moet je een beetje beleefder zijn tegen mijn kijkers, hè? Sorry. Ah.
Man, man, man. Er helemaal niet door het rood, hè? Ik kan hier wel een trucje doen, maar ja. Dat is wel aan die plakken in zijn gat, hè. Moet nog een beetje deuren hier. Ja, maar op je zeker. Voilà, wat zie ik? Wat zie je? Nee. Ik kan nog niet botsen. Ik ben hier kettingbotsing. Ik heb het allemaal niet in gehad. Kettingbotsing. Ja, ja. Dit is hier echt een kettingbotsing, hè? Ik heb al goed reden. Ja, hier zijn niet in fout. Ja, dat is jaas. Ik ga nog wel reden. Wil je nog reden? Ik wil wel een keer komen. Ik heb een idee, Jeffrey. Misschien moet je handen door je echt rijbewijs en dan mag je elke dag rijden. Ja? Ja. Ja, maar dit is leuker. Wat is dat leuker? De rails voor. Nou ja. Maar zo. Ik snap je. Dat is veel, hè? Ja, het... Dit is de ring van Parijs, hè. Hé, hey, dit is geen deuren! Zie je dat niet in zo'n plekken? Potverdekken, potverdekken! Nondien hier! Oh, potverdorie, het is al een allemaal daar rood, nondien hier! Je bent ook zeker dat je op de rally zit? Potverdekken! Ja, het is groen, hè. Je hebt nog chance. Anders was dat 350 euro boete, man. Je zit misschien erg gepakt in je nul. Dat is niet, hè. Afstandje, zoek dat uit. Ja! Man, ik kijk op de baan, ik vind dat fantastisch. Nu snap ik heel wat de baan, waarop dat heel altijd zo rijdt. Nu snap ik dat. Om zulke mensen die niet kunnen rijden, en die veel te traag zijn. Pakkers. Ja, soms moet ja. Echt, hè? Ik heb in de mensen, je hebt misschien allemaal gezien, mensen. Maar in de mens, ik heb aan de afstand gegeven, dat hopelijk dat we nog tijd zullen hebben om een beetje snelheid in te halen. Het was gelijk in een spelletje van Mario Kart. Ja. Dat je iemand afschiet, 100 meter verder, haal je hem nog in. Jawel, dat is dezelfde sukkelaar voor mij. Amai. Dat is niet beleefd voor mijn kijkers, hè? Nee, maar dat is wel de waarheid. Ha. Sorry. Ik zit hier in een James Bond auto. En ja. Die klooi, joh. Ja, je moet stoppen op dat vak. Voorzichtig, voorzichtig. Nog een beetje door, nog een beetje door, nog een beetje door. Stoppen! Yay! Allee. Oh, wacht, hé. Ja. We raken het niet in de hier. Ik vind dat jij een goede chauffeur bent, hè. Echt niet, ik ga niet mee, hè, met je. Dat je later van tijd al zo gaat rijden op de baan. Amai, hè. Ho. Wat had hier geen zin, man. Kettingbotsing en file. Maar die mensen kunnen het niet. Jawel, hé. Simpel. Zo min. Ik geef hem 5 minuten voorsprong en kan er nog een. En dat moet ik mijn friends toe proberen. Dat je het beter kan, moet je het zelf doen, hé. Ja, ja. Kijk, dan heb je het wel weer een keer. Dat keer. Die persoon voor mij. Wat gebeurt er? Die is zodanig traag. Dat ik heb mijn auto stilgezet, ja. En ik geef hem 5 minuten rijtijd, zoals in het spelletje. Ja. En nog, elke keer mensen heb ik een nul moeten boren om vooruit te gaan. Ja, de nul, het was gelijk een granietje. Was het plezant, deze nul? Nee. Ah. Ja, mijn oma is een rapper. Je oma? Ja, alles nog zo. Pipietje. Ik moet nu van pissen, van eerst dat pissen. Ja, maar niet eens pissen. Maar het was wel een heel, moet nu iets zeggen. Het was een aardige, ik vind dat echt een delijke attractie. Ja, dat is tof, hè? Utopia. Ik wil dat nog een keer doen. Dan kun je ergeren aan het verkeer, gelijk dat ik elke dag doe in het verkeer. Ik kan niet zeggen dat je dat zo ziet, maar je dat zelf vindt, dat is fantastisch. Maar je moet dat leuk maken, hè? Ja, dat is leuk. Ja, maar we gaan eerst gaan pissen, hè? Maar ik ook pissen. Gelukkig is er hier achter een toilet. Dames en heren, we gaan buzzen.
Hey! Emiles Robbe, special guest. Hey, welkom in Disneyland. We gaan bussen, kwartiertje. Zou je dat zitten, Emiel? Ja, om het voor de gewone rij te doen, dan moet je wel een keer gezin hebben. Ja, ja, de gewone rij. En nu gaan we naar de speelgoedwinkel. We gaan naar de speelgoedwinkel. Ik ga ook nog even opkomen. Toch. Zut, mijn beste leidje. Bon, très bien, nouveau ranger de l'espace, écoutez attentivement. Ik heb dat figuur gekocht gisteren. Nee, ik had een zotte kop. Eigenlijk is dat als je toekomt, is dat leuk, maar de kinderen zijn zo vervelend. Je hebt ook nog kindje geweest, hè, jong? Je was je dan ook zo vervelend, hè? Maar ik stond aan de theekopjes en dan keek ik tot dat je een blad ertoe. En hier, deze man hier had ook nog een kindje geweest. Twinde was ook zo vervelend, hè, vroeger. Hey, maar ik ga echt, als hij nog had, dat is niet kost, ik zweer, ik denk al, pak dat mee dan. Ja, maar eerst en vooral naar een Lego store gaan, hè, Tony? Dat is de grootte van die dozen. Ja, ik ga dan een keer kijken. En je had ook een mega groot voor 350 euro. Nicky Mouse, kijk dit plezier. Ja, dit is een miniatuurversie. Maar ja, ça va. Weet je wat het beste is? Goeie miniatuurversie. Ja. Dus eigenlijk kies je voor op de nachtkastje te zetten. Ja. Of in je salontafel. Of heb je bureau. Ik ga amuseren, hè. Maar ik kijk naar dat machine. Hey! Oh, binnen. Ja, zo van nog. Kan beter, kan beter. Ik ben een beetje kapot vandaag. Emiel, lukt het? Wie net er het meest van al punten? Wauw! I want third man! Oh yeah! I like you! You are a bad man, sir! I don't like you, man! Yeah, you're ready for anything! Attention, Space Ranger! You've landed on Planet Z! Be ready for anything. Oh yeah, anything. Attention, engins de l'espace. Vos croiseurs spatiaux ont été momentanément stoppés. Veuillez rester assis. Votre mission reprendra dans un bref instant. Attention, Space Rangers. Your space crews have been temporarily halted. Maar dat zijn moeilijke schitters vandaag. Echt zot. Heb je een punt, man? Ja, in dat. Dat is al plezant, Jinder.
Het is wel moeilijk dat skiën vandaag. Het is niet goed dat skiën vandaag. Emilio, ça va? Wauw, mooi en verder, man. Oh, hi Jeffrey, how are you? Who have the most bones? Who is the winner? Who's the winner? You've got Zerg on the run. Last thing you got. Hold on, dat zijn mijn punten, level 3 en level 4. Wie is de winnaar? Mij en Emil, en dat voor een gamer. Er zijn niet goede schietspelletjes, hè. Je ziet wie dat er goed is in schieten. Hè. Jeffrey, je bent beter in schieten, geloof ik. Hè. Emil niet, jammer. En Emil, vond je het? Goed. Ja, het is eigenlijk goed, maar ja, het is wel best wel zin. Ja? En wat is het voor? Ik weet niet, 20 dust of zo. 131 dust. Amai. En ging, zou je het nog een keer doen? Nee? Niet nog een keer. Nee, zou je het niet meer doen? Dus de volgende keer dat je komt naar Disneyland, ga je geen game niet meer spelen. Is het dat zetten boeken dat je zei dat we dan in de World of Disney? Boeken, maar kan ik een keer welke? Dus ja. Ja, wij gaan een mondje gaan eten, Emil. Yeah, man.
Mijn moeder had een paar. Lekker. Ik ga langs hier wandelen. En als u weet dat het kasteel achter ons steeds maar kleiner en kleiner en kleiner wordt. Ik hoor hier hallo ergens, maar het zal wel niet voor mij zijn. Dan weet je dat we het park weer gaan verlaten. En als de zon iets lager aan het komen is, dan zijn er twee opties. Ofwel is de zon aan het opkomen, ofwel is de zon aan het ondergaan. En in dit geval is de zon al aan het ondergaan. Moest het je nog niet weten. En de tijd is aangekomen om te gaan eten. En we gaan eten. Misschien zijn we wel een beetje te laat. En als we te laat zijn, mogen we misschien niet meer binnen. Dan hebben we pech. Maar we gaan eten naar... Maar waar moet je niet? De Silver Steakhouse? Nee, dat is hier. Ah, sorry. De? Steakhouse. Ja, Steakhouse. Ja. En Emil, jongen. Ben je al een beetje geamuseerd hier? Ja, ja, eigenlijk. Ja. Wat je niet verwacht in Disneyland. Ik had niet verwacht dat je nog ging tegenkomen. Ik ook niet, maar ja. Wat Lot dat anders beslist, kan je nog tegenkomen vandaag. Ja, ja. We zijn op de shooter geweest. Dat was plezant, ja, op de shooter. Ja, ja, en wie was de beste shooter? Jeffrey, ik niet. Allee, en hij die zoveel spelletjes speelt. Ja, maar ja, dat spelletje was er iets over, denk ja. Ik. Ik denk dat ik weet wat dat is. Je kent dat spel zodanig goed dat je al weet van, ach, zit in die scène, ik moet nog die en die en die schieten. Ja, ja, ik denk dat dat wel is. En als je dat één keer gedaan hebt, ja, dan moet je... Maar laat ons een keer een spelletje spelen. Nee? Elke keer dat je naar Disneyland gaat, ga je in die attractie en dan wordt er altijd beter en beter in. Ja, we gaan dat doen. Nou, dat is een spelletje. Ja. Voilà. Goed. Ik weet niet hoe of wat, moeten wij jou hier achterlaten of niet? Waarschijnlijk... Ja, Disneyland is groot en de buurt is ook groot. Ja, ik ga denk ik niet blijven wachten. Dat het voor misschien moet je bij dat groot spook daar wachten. Daar, aan dat spook op die bank. Ik ben heel vandaag wachten. Ik moet even iets halen. Ah ja. Huh? Iets halen? Ja. Jeffrey is in een goede bui. Moet dan niet op letten. We gaan hier wachten met die hidden Mickey's. Wat is de plan? Geen idee, maar Jeffrey is in een goede bui. Hij is al heel een dag zot. Dus we mogen er niks verschieten van Jeffrey. Ja? Ja, het is waar. We mogen en niks... hij weet wat dat hij gaat halen? Nee, maar hij is al heel de vakantie in een zotte bui. Ja. Dus ja. Die mens zit vol verrassing. En je mag daar niet in verschieten, die mens zit altijd vol verrassing. Hij weet eigenlijk niet wat dat is. Bienvenue à Disneyland Paris. We zijn ravis de vous accueillir aujourd'hui. We moeten nog met een trein terug. Ik moet dan nog veel moeten komen en weg. Dat is een deal. Ja? Wil je graag een cadeautje van mij geven? En waarom? Ik wil iets doen, omdat je een goede vriend bent. Mag. Dat is een speciaal boek. Een boekje waar je iets kunt tekenen of maken. Oh, toch? Alsjeblieft, dat is van Captain America, mijn nichtjes. Merci, jong. Niks, graag gedaan. Zie je Captain America? Ja, met een beetje Marvel. Zie je een beetje Marvel van? Ja.